Ballon 5. Commitment. Cinco. We hadden het er net over. Commitment is eigenlijk wel een mooie term. Ja. Want het heeft iets van Engels commitment. Als je het Frans maakt, commitment. Commitment. Dan kom je al heel dicht bij het plat Nederlands. Commitment. Ja. Commitment. Ja. Nou, dat is nice, hè? Ja. Ja. Nou, en daar hadden we het zo over. Ja. Commit. Dus ga je mee of niet? Ben je aangehaakt of haak je af? Ja. Betrokkenheid is dan ook wel de Nederlandse vertaling, denk ik. Vind je dat passen? Ja, ben je betrokken of niet? Ja, hè? Ja. Doe je mee of niet? Doe je mee of niet? Ja. Maar commitment bekt wat lekkerder. Klopt. Eens. Was scherp. Ja. Waarom is dat zo belangrijk, commitment? En hoe moeten we dat zien in de context van organisaties? Ik denk dat als je aangehaakt bent, echt aangehaakt, dat jij acties loslaat die toegewijd zijn. Toegewijd op wat je moet doen. Oké, wat betekent toegewijd? Toegewijd betekent wat mij betreft dat je vol overgave achter elke keuze staat die je maakt. En dat je achter elke actie staat die je uitvoert. Ja. Waarmee je laat zien in gedrag en niet alleen maar in voornemens. Hé, dit is waar ik voor ga, dit is waar ik voor sta. Ja, dat je dus eigenlijk niet echt een twijfel hebt over waarom je doet wat je doet. En waarom dat belangrijk is. En als er een twijfel is, prima, want je weet nooit precies wat de gevolgen zijn van een actie of hoe het precies uit gaat vallen. Maar ik denk dat de reden is dat mensen niet in beweging komen of niet tot actie overgaan, omdat ze onzeker zijn, omdat ze het niet zeker weten, omdat ze twijfelen. Maar dan denk ik, als je weet waar je voor staat, dan moet je er ook voor durven gaan, ongeacht soms de consequentie. Dus ook als je iets nog niet helemaal zeker weet, dan ga je er gewoon voor. Ja. Dan kun je, als het al moet, achteraf altijd uitleggen, hé, dit is waarom ik het heb gedaan, dit is waar ik voor ga, dit is waar ik voor sta. Ja. Pof. Ik kan me voorstellen dat we nu best wel abstract aan het praten zijn. Hè? We zijn een beetje conceptueel van alles in aan het gooien. Kun je ook een praktijkvoorbeeld geven van commitment, binnen een team bijvoorbeeld? Hoe ziet dat eruit? Jawel. Veel teams die ik begeleid, die maken of organisaties ook, die maken gebruik van waarden. Management by values, met een mooie term. Okay. En dan bedenken ze waarden als, wij vinden transparantie heel belangrijk, en openheid en eerlijkheid en samenwerking. Ik noem er maar gewoon een paar. Maar die worden vaak gebruikt. En dat is een prachtig voornemen. Ziet er mooi uit op de website. Maar in het doen en laten zie je ze niet terug. Oh ja. Ja. Dus ik denk, wat betekent dat dan? Bijvoorbeeld transparantie of samenwerken, dat kunnen ze allemaal mooi vertalen. Maar in gedrag zie je het niet terug. Dan denk ik, scheid er maar mee uit. Ja. Met die waarden. Dat heeft geen enkele zin. Dus je committeert je ook aan waarden. Ja. En dan kom je je nest vooruit. Ja. Dus wat je eigenlijk zegt is, je bedenkt als team, als organisatie, heb je bepaalde waarden die je aanhangt. Maar dat is eigenlijk heel leeg. Er is niet echt commitment wanneer er geen toegewijde actie aan gekoppeld is. Ja, dan slaat het nergens op. Ja. Als die waarden echt gaan leven en echt belangrijk zijn, dan neem je ook je besluiten op basis van die waarden. Ja, zo van, dan blijven we trouw. We blijven trouw aan die waarden. Ja. En dan is er namelijk maar één iemand de baas, of niemand is de baas eigenlijk, maar de waarden zijn de baas. Alles in dienst van die waarden. Ja. Ja. Alright. En dat is toewijding, dat zijn grote woorden, maar dan kun je in heel klein, kun je dat elke dag laten zien. Ja. Of niet, en dat is een eigen keuze. Ja. En hoe, stel ik werk in een team en we zijn een beetje, we werken echt heel erg op basis van doelen en targets. We hebben het vorige filmpje het ook over gehad. Ja. Heel erg gericht op de taken die we allemaal met elkaar te doen hebben. Hoe komen we dan tot meer commitment, zeg maar? Als je het gevoel hebt dat het allemaal een beetje eilandjeswerk is en iedereen doet maar zijn eigen taakjes en vinkt maar zijn eigen lijstjes af. Ik denk dat erbij hoort Ik denk dat erbij hoort dat je ook, want we hebben het vaak over gespreksklimaat, dat je elkaar daar, dat is het waar je elkaar op kan aanspreken. Volgens mij is het, daar gaat het vanuit overtuigingen naar wat laat je daadwerkelijk zien, dus naar houding en gedrag. En dan heb je iets om elkaar ook op aan te kunnen spreken.
Wanneer je waarden hebt, bedoel je? Wanneer je duidelijk... Ja, ja, ja. Dat is het, dat is een kader. Vaak wordt gezegd, helemaal bij zelfsturende teams, ja, geef ons een kader. Nou, dit is het kader. Ja. Dit is hoe we met elkaar willen omgaan. Dit is op basis waarvan wij besluiten nemen. Ja. En dit is waar we elkaar op kunnen aanspreken. Ja. En dus ik vind dat je je committeert als je zegt, mag ik jou erop aanspreken? Ja. Mag jij mij erop aanspreken? Ja. Dan committeer je. Mag jij mij erop aanspreken dat ik in lijn handel met die waarden die wij gedefinieerd hebben? Ja. Ja. En dat kan ook positief. Ja. Dus het hoeft niet alleen maar te zijn als het er niet is, maar als het er wel is, mag je het ook bekrachtigen. Ja. Ja. En hoe kun je dat bekrachtigen bij elkaar? Top dat je het doet. Dus echt gewoon complimenteren. Compliment. Ja. Ja. In ieder geval dat. Ja. Ik vind waarnemen dat, en dat teruggeven. Ja, ik vind het wel mooi klinken wat je zegt. Het is echt alsof je dan ook echt... Want dan heb je het ook echt over cultuur, hè? Van wat is hier belangrijk nu? En hoe gaan we met elkaar om? Ja, ik denk dat dit ballonnetje, nummer 5, het cement is van alle ballonnen. Ja. Commitment. Ja. Ben je aangehaakt of ben je aan het afhaken? En op het moment dat je afhaakt, vind ik dat je of jezelf de vraag moet stellen, of als collega stel je die vraag aan een collega. Wat heb jij nodig om weer aangehaakt te zijn? Ja. Dan zoek je ook weer de interactie op en dan laat je toch zien, hey, ik vind het nog steeds belangrijk. Jij ook, wat is er nodig? Mm-hmm. Help je elkaar ook. Nice. Mooi. Ja. Nog een mooi attribuutje, symbooltje voor commitment. We hadden het er net over en we dachten, een magneet is wel leuk. En toen keek ik in mijn tas en toen had ik toevallig een hart... Dat is echt toevallig, dat is echt toevallig. Ik riep magneet en Ferry zegt, ik heb een magneetje. Ja. Meen je niet? Ja. Een hartvormig magneetje. Ja, dus committeer je aan die waarden. En wanneer je committeert, dan blijf je plakken aan die waarden. Dan ga je ervoor en dan sta je ervoor. En zo niet, dan... Dan haak je af. En het zegt voor mij ook, het heeft ook iets van aantrekkingskracht aantrekken en afstoten. Ik denk, als je de waarden hoog houdt en elkaar erop aanspreekt en op die manier de cultuur beïnvloedt, dan trek je ook de mensen aan die je wil behouden en je stoot de mensen af die je niet in je organisatie wil. Ja. De rotte appels. Om even heel negatief uit te drukken. De vieze, stinkende, rotte eieren. Ja. En ik denk, als ik daar nu over heb, en dat vind ik wel mooi wat je noemt, want als je kijkt naar wanneer je solliciteert bij een organisatie, dan gaat het bijna altijd over functieinhoud, welke diploma's heb je, kun je dat doen, die taak, nou ja, noem maar op. Je mag ervan uitgaan dat iemand kennis heeft. Eigenlijk wel, ja. Maar het gaat nooit over het niveau van, wat is voor jou belangrijk? Wat zijn jouw belangrijke waarden? Waar sta je voor? Waar ga je voor? Daar gaat het eigenlijk nooit over. Nee, en daar zou het vaak over moeten gaan in gesprekken. Wat minder over inhoud, wat minder over hoe gaan we de dingen dan aanpakken. En wat meer over het waarom en waarom is het voor je belangrijk. En wat heb jij nodig? En Want dan stroomt die energie eigenlijk veel natuurlijker. Ja. Ja. Nice. We hebben ook een mooi modelletje bij Commitment, ballon nummer 5. En die kennen jullie denk ik allemaal wel. Dat is de Golden Circle van Simon Sinek. Die heb ik hier even uitgetekend met een stift. En zoals je ziet in het midden why. Daarbovenop de how en daarbovenop de what. Wat we vaak zien op verschillende levels. En dat is in teams, maar ook op organisatieniveau. Is dat mensen heel erg bezig zijn met wat ze doen. En dan zit je ook veel meer op het doelgerichte niveau, hè? De taakjes waar we net aan het begin over hadden. De how is, hoe doe je dat als organisatie? Vaak de USP's, de manier waarop je ook onderscheidt van andere organisaties. En de why zit in de kern. En dan hebben we het heel erg over waarden. Waarom doe je als organisatie wat je doet? Ja, bijvoorbeeld een zorginstelling, die heeft waarschijnlijk in de kern iets van mensen helpen. De patiënten, de cliënten op zo'n goed mogelijke manier helpen. Maar wat we vaak zien in de dagelijkse praktijk is ook dat die why niet altijd even helder is bij iedereen. En dat iedereen heel druk is met die cirkels eromheen en vooral met de wat. Dus echt op dagelijkse basis bezig met die takenlijstjes afvinken. We hebben het in het vorige filmpje ook gehad over de targetcultuur, de ik-communicatie. Nou, dat zit heel erg aan de buitenkant. Want als je contact maakt met die why, dus waarom je met elkaar doet wat je doet, hoe we dat ook in het vorige model noemden, die aspiratie die je hebt,
welke manier wil jij je klant, cliënt op zo goed mogelijk manier helpen, dan vindt er ook verbinding plaats en daar stroomt ook de energie. En commitment zit echt op het niveau van de why, van de waarden. Waar staan we voor als organisatie en waar gaan we voor en committeren we ons daar. De why van Simon Sinek. Als je hem nog niet hebt gezien, je kan... raakt ook aan de bedoeling. De bedoeling inderdaad, van Wouter Hart. Mooi boektip, ja. De bedoeling. Ja. En hij heeft inmiddels ook weer een ander boek, Anders Vasthouden. Een beetje als reactie op, bij zelfsturende teams bijvoorbeeld, ja, dan moet je heel erg loslaten. Nou, helemaal loslaten lukt nooit. Dus dan, hij heeft ervan gemaakt, anders vasthouden. Ja, dat mooi. Betekent ook vasthouden aan wat belangrijk is. Vasthouden aan waarden, menswaarden. Ja. Daar voorrang aan geven. Ja. Dan kunnen dingen gaan werken. Ja, waarom je doet wat je doet. En mooi voorbeeld, dat vertelt Simon Sinek ook in zijn talk. Als je hem nog niet gezien hebt, zoek hem even op. Simon Sinek, Why Great Leaders Inspire to Action. Dat is het filmpje. En daarin kan hij het nog 10 keer beter uitleggen dan dat ik dat doe. Maar hij noemt het mooie voorbeeld van Apple en een vergelijking met Dell. Dell maakt computers, Apple maakt computers. Alleen Dell communiceert erg vanuit de what. We hebben PC's hier, alsjeblieft. Terwijl Apple heel erg communiceert vanuit hun why. Waarom zij die producten maken. En dan zeggen ze iets van, ik ken het niet helemaal uit mijn hoofd, maar we willen de wereld mooier maken door gebruiksvriendelijke producten aan te bieden voor mensen in hun dagelijks leven. Dus ze hebben echt een soort van visie, hè. Why is ook echt een visie. Dit is waarom we doen wat we doen. Nou, hoe we doen dat op een technisch innovatieve manier, we doen dat op een op iets hè, wat op design ook heel mooi is. Hè. Mooie producten willen we maken. En wat maken we dan? Een computer. Maar wanneer je vanuit je why communiceert, dan is het ook veel logischer naar buiten toe wanneer bijvoorbeeld, wat Apple ook doet, een iPod maakt en een iPhone maakt. Terwijl wanneer Dell met een telefoon komt of een mp3-speler, dan vinden mensen dat gek. Omdat ze niet vanuit hun why communiceren. Dus daar zie je ook weer hoe why, weten waarom je doet wat je doet, ook heel inspirerend naar buiten toe werkt. En nu zou ik zeggen, kijk maar het filmpje. Ja. Sorry, maar ik haak nu af. Vind ik ook wel eerlijk om dat te doen, terwijl het filmpje loopt. Want ik denk inderdaad dat het filmpje voor zich spreekt en anders gaan we herhalen wat de why en de how en de what is. Dus ik denk dat doe ik maar gelijk. Vind ik goed. Ik haakte af. Ja, ik heb soms de neiging om daarin door te schieten, want ik vind het mooi, ik vind het interessant, ik vind die theorie mooi en dan ratel ik maar door. Dus... Dankjewel, Salma. Ja, geen. Maar ik wil toch nog wel één ding zeggen. En dat is dus wanneer je vanuit de why werkt. Dat inspireert de cliënt. Want die zien van, hé, dit is een partij die vanuit die waarde werkt. Maar ook interne marketing. Dus ook binnen jouw organisatie. Wanneer die why duidelijk gecommuniceerd wordt. Die waarden en gedragen worden. Dan is dat ook energiegevend binnen de organisatie zelf. En ik denk dat de kracht is. Dat je het inderdaad, dat je het wat kleiner houdt. Wat kleiner maakt. En Apple is een fantastisch voorbeeld, hoe Simon Sinek dat omschrijft. Ja. Maar ik denk dat ook voor de organisatie waarin jij werkt, met jouw collega's kun je ook een mooie why omschrijven. Ja. Dus welke bijdrage lever jij aan een wat mooiere maatschappij? En als je daar elke dag toegewijde actie op los kan laten, dat uitzicht dan in de what, dan ben je goed bezig. Daar wil je wel wakker voor worden. Ja, precies. Nice. Alright. Denk nog wel een tip die we moeten meegeven. Ik zit nog even te kijken. Moeten we nog iets vertellen over waarom wij commitment belangrijk vinden? Wat onze why is? Ja, misschien? Why. Ja. Ja, ik denk dat het wel. Ja, ik denk dat het ook wel een mooi beeld geeft. Hè? Ook omdat je net zegt van het voorbeeld van Apple is misschien wel heel groot. Mm-hmm. Wij zijn gewoon een duo die gewoon de boer op gaan met ons verhaal. Ja. Maar dat verhaal heeft ook wel een duidelijke why, een duidelijke waarde die daaronder ligt. En dat is dat wij geloven in werkplezier, wij geloven in en eigenlijk een wereld waarin mensen met plezier naar hun werk toe gaan. Iedereen heeft recht op werkplezier. Ja, met energie en voldoening hun werk doen. En dat is waar we ons voor inzetten. En dat beeld van, als we daar naartoe kunnen met elkaar, ja, dat geeft ons gewoon een warm gevoel en ook een duidelijke energie om 's ochtends ons bed voor uit te komen. Nou, en dan heb je nog de how en de what. En dat doen we dus door middel van de dag van werkplezier die we organiseren. Dit soort filmpjes die we maken. De trainingen die we geven. Zo geven we er concrete handen en voeten aan. Maar onze energie komt vanuit die why.
vanuit waarom we doen wat we doen. Ja. Ja. En daar hoort ook bij de why en waarom je de dingen doet zoals je doet. Daar hoort ook wel bij wat zie je om je heen gebeuren waar je niet tegen kan. Ja, ja. Letterlijk de visie die erbij hoort en ja. Waar wij niet tegen kunnen, is dat er zoveel mensen zijn die kennelijk niet op hun plek zitten, ja. Op hun werk. Dat ze ofwel, plat gezegd, omvallen of thuis op de bank komen te zitten. Dat is niet normaal. En de cijfers zijn zorgwekkend. Dus dat is het tegenhanger. Dat is wat ons drijft. Mm-hmm. En de positieve tegenhanger is inderdaad dat we mensen gewoon werkplezier gunnen. Ja. En werkplezier betekent meer dan alleen maar lol hebben. Maar dat drijft ons wel. Ja. Maar dat is denk ik ook wel duilijk aan de hand van deze filmpjes. Dat werkplezier voor ons om veel meer draait dan lol hebben. Maar wij geloven dat je eigenlijk alleen maar echt werkplezier kan hebben wanneer je met dit soort thema's aan de slag gaat. En wanneer dat nog niet binnen jouw organisatie op zo'n goede manier staat. Ja. Dat daar nog ontwikkeling mogelijk is. Dus ja. Ook binnen jouw organisatie. Ja, we blijven daar ook op hameren. Dat is de missie. Zet het bovenaan op de agenda. En laat op, dat is een actie die kun je... Die is makkelijk te doen, maar is niet een eenmalige actie. Als je die blijvend volhoudt, dan committeer je op die manier, denk ik, ook blijvend aan onze missie, maar aan een veel bredere missie binnen Werkend Nederland. Ja. Hebben we nog een beetje lol. Ja, hebben wij aan... ja? Ja, sorry dat ik je onderbreek, maar dat vind ik wel heel tof wat je zegt, hè? Want het gaat niet om ons inderdaad. Ook weer hier in dienst van de waarden, van de why. Wij zijn net als heel veel andere... Ja. Welwillende coaches, trainers, individuen die actie ondernemen, zijn we gewoon een middel. Ja, een vehikel. Een voertuig. Niet meer, maar ook zeker niet minder. Om het op de agenda te krijgen, om het erop te houden. En wij maken ons daar hard voor. Met jou, want je bent al ambassadeur. En dat is fantastisch. Dus blijf het doen. Top. Tip. ja, top. En dan hebben we nog een actie. Komt er bij jou in op? Ik denk dat een meest praktische tip wel is, hè, want we hebben het toch over waarden, mm-hmm. om die voor jezelf eens uit te tekenen. Ja. Om eens helder te krijgen van wat is voor jou belangrijk. Maak eens een top 3. Ja, maak eens een top 3 van waarden. En je kunt er ook op googlen, kun je hele mooie lange lijsten vinden. En ga eens even strepen, kijk eens even wat zijn voor mij belangrijke waarden. Mm-hmm. Maar wat je vaak ziet is dat wanneer een waarde die je belangrijk vindt, wanneer je daarnaar leeft, dan stroomt het. En op het moment dat je daar niet naar kan leven, doordat het geblokkeerd wordt vanuit misschien de organisatieomgeving, misschien collega's, misschien persoonlijke relaties, dan haak je af en dan voel je vaak ook geblokkeerd wanneer je daar niet uit kan komen. Dus dat is gewoon zo. Dan maak je geen keuzes, je komt niet meer in beweging, je trekt je terug. Als je zegt dat is een mooie actie voor mij, maar ik... Heb je lijst nodig, dan laat maar weten. We kunnen je ook gewoon een lijst opsturen. Ja. Met iets van 150 waarden waar je uit kan kiezen. Klinkt heel veel, maar begin maar eens bij 10 en ga dan maar naar 3. Ja. Dan wordt het heel praktisch. En ga dan maar eens een reality check daarop loslaten. In hoeverre houd ik mij aan die waarden? Leef ik daarna? Ja. Werk ik daarna? Ja. En in hoeverre doet een collega dat? Mag het gesprek daar eens over gaan? We zijn benieuwd naar hoe dat werkt. Naar jouw reacties. Ervaringen. Oh ja, nog één tipje daarbij is kijk wat goed voelt. Dus we hebben vaak als we die lijst doorspitten, dan hebben we vaak ook bepaalde waarden waarvan we denken van dat mogen we niet belangrijk vinden. Zoals bijvoorbeeld aanzien. Dat kan misschien sociaal gezien niet een wenselijk antwoord zijn, maar misschien is dat voor jou wel belangrijk. Dus kijk echt naar wat jouw gevoel zegt. En niet zozeer vanuit de plusjes en minnetjes die de analyse er vaak op loslaat. Ja, en dan heb ik... Ook nog een tip, als je voor organisatiewaarden wilt gaan, probeer dan echt een beetje onderscheidend te zijn in de waarden die je kiest. Want openheid en eerlijkheid, dat is iets waar je, daar mag je wel van uitgaan of respect hebben. Vaak worden die waarden gekozen, maar die zijn dan soms al zo voor de hand liggend dat als dat er niet is, dan vind ik dat je elkaar daar sowieso op moet aanspreken. Dat zou al de basis van de gesprekscultuur moeten zijn. Ja. Als dat niet het geval is, dan kan dat wel een hele belangrijke waarde zijn. Dus ik zeg bij deze niet, kies daar niet voor. Als het echt belangrijk is om binnen jouw organisatie een cultuurverandering op touw te zetten, dan kun je wel kiezen voor een waarde als respect of vertrouwen of openheid. Wat ik daar wel belangrijk bij vind, is dat er ook een gevoel bij een waarde is. Hè? Anders is die leeg.
Ja, er moet iets, het mag ja. knetteren, het moet kunnen leven. Het moet een energie ja. geven. Ja. 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 Alright. Dat was hem. Tot de volgende. Tot de volgende. Ciao. Dankjewel. Doei.